Ja, na een superlange busreis van 1 uur of 12 zijn we, zoals je kunt zien, aan de omgeving hier omheen gearriveerd in het mooie Frankrijk. Morgen start Alpe d'Huez. We zijn allemaal ons aan het voorbereiden op onze eigen manier. Er zijn een paar jongens aan het fietsen, er zijn een paar mensen aan het wandelen. Morgen gaan we met 27 mensen de berg, de Alpe d'Huez, beklimmen.